Vorige week hebben we de unboxing gedaan van deze muis en Tom heeft hem getest. En we gaan vandaag horen wat hij ervan vond. Ja, de Razer Naga Hex V2, hè? Want er is al een eerdere Hex geweest. Is niet deze? Nee, dit is de V2. Deze is dus op E3 aangekondigd. En Razer was meteen toen ik thuis kwam zo van, yo, trouwens, wil je hem nog even ontvangen? Ik was zoiets van, nou, weet je wat, ik had het druk op E3, dus ik had er geen tijd voor, maar stuur maar door. En nee, ja, heel leuk muisje. Het ding is alleen wel, en dat merkte ik meteen, dat heel veel... De Razer zegt, dit is een MOBA-muis. Er zitten 7 knoppen aan de zijkant, wat ook een beetje cru is, want Hex is natuurlijk Latijn voor 6. 7 knoppen. Oh. Ja, de eerste versie had wel 6 knoppen, dus dat is van V2. We klappen er een knop bij, maar we houden de naam hetzelfde. Maar goed, ze zeggen dus, is een MOBA-muis. En ik hoorde dus meteen al mensen daarover bitchen, allemaal MOBA-spelers zeggen... Ik heb dat helemaal niet nodig, joh. MOBA is gewoon linker muisknop, rechter muisknop en een beetje je toetsenbord en that's it. Ja, ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Ik wil zeggen, met veel met League of Legends, ik ben toch met QWER bezig en goed met je muisknop. Dus eigenlijk hiervoor heb ik hem niet nodig. Maar ik heb begrepen dat jij hem wel heel chill vond in Overwatch. Ja, Overwatch is natuurlijk wel een beetje MOBA-ish. Maar goed, je hebt daar wel ook je shift, je Q, je E. En ja, die kun je dus ook wel huizen onder die 7 knoppen daar. Plus, waar ik achter kwam, is dat het best wel fijn is met communicatiedingetjes. Bijvoorbeeld, als je heel snel ja wil zeggen, ik heb heal nodig, ik wil rushen naar het point of zo. Dat is best wel fijn om niet met een of ander minuutje te hebben, maar gewoon meteen met een knop. Gewoon bam, ik wil dat nu, let's go. Dat is misschien wel handig voor MOBA spelers. Maar nou ja, gewoon GG Easy eronder zetten. Je kunt GG, kun je gewoon, ja, of GG Nori, of Bad Game. Ja, Bad Game. Of Fucking Noob, I Fucked Your Mom. Dat is gewoon goed om op één knop te hebben. Nice. Nee, maar ja, het is dus, je kunt het wel natuurlijk helemaal zelf tweaken. Het zijn 7 knoppen en nou ja, ik geef geen profielen mee van nou dit voor dit, dit voor die game. Maar je kunt het gewoon helemaal zelf met Razer Synapse natuurlijk kun je helemaal instellen van nou, ik wil in die game wil ik dat het dit en dit doet en in die game wil ik dat en dat. En hel, ik heb het met Photoshop nog veel gebruikt. Een knopje voor Ctrl-Z, ja, een knopje voor... Dat is wel super handig. Ja, nee, je kunt hem heel divers inzetten. Maar, laten we de knop even los. Wat vond je van de rest van de muis? Hoe voelt hij die? Hoe lag in je handen? Nee, ik zei in die unboxing, zei ik al van, hij is wat petit, zei ik toen. Ja. Want ik heb van Razer heb ik dan een tijdje terug de Diamondback gehad. En zelf gebruik ik die Mad Catz Rad Pro X. Ja, de Transformer-muis. De Transformer-muis, inderdaad. Dus ik ben weer bakken. Ja. Ja. Je kunt er de wereld mee overheersen als een Decepticon. Maar ik ben een beetje nou heel erg lange muizen gewend voor wat langer in de palm. En deze was wat korter en wat meer stubby, zeg maar. En kwam meteen ook al de vraag binnen van, ja, maar is dat niet ongemakkelijk? En ik moest eigenlijk zeggen, het lag meteen lekker in mijn hand. Ik vond het toch... Je zou zeggen, het is wat kleiner, want aan de brede kant, maar in mijn geval werkt het prima. En je ziet ook dat hij heel erg probeert voor zowel de rustige hand erop als, weet je wel, de southpaw, de claw natuurlijk. Ja, die kan er dus ook op. Dus ja, op zich, het is natuurlijk weer een kwestie met wat voor handen je hebt en wat voor smaak je hand heeft, zeg maar. Maar ik vond hem in ieder geval heel erg comfortabel liggen. Ik moet wel zeggen, als ik CSGO speel, zeg maar, vind ik een kleinere muis vaak net iets fijner. Nou, omdat je ook heel je bro aan het gebruiken bent, weet je wel. Maar ja, ik ben meestal enthousiast om voor kleine muis. Nee, dan zou dit zeker wel iets voor je kunnen zijn. Overigens, je zegt natuurlijk CSGO en een lage DPI natuurlijk. Ja. Ja, ik zet hem zelf ook op 800, maar het is een lasersensor die tot 16.000 DPI gaat. Dus het is wel... Mocht je gebruik maken van 20 schermen, moet je even in één klierbeweging rechtsboven de hoek zijn. Als jij echt die guy bent die gewoon echt 4 van die ultra-wide 4K schermen heeft... 4K, dat is 4K. Ja, precies. Dan is misschien die 16.000 nodig, maar voorlopig niet. Maar ik moet wel zeggen, sensor is verder vrij stabiel. Ik moest het wel even wennen, want die Mad Catz is ook laser, maar die is net iets anders of zo. Hij is heel precies, heb ik gemerkt. Gewoon. Ook echt de kleine bewegingen, die pakt hij al op, zeg maar. Niet dat hij je kleine bewegingen recht trekt naar grote curves. Hij pakt gewoon alles op, precies zoals het is. Ik wou zeggen, dat is wel altijd een beetje gevaarlijk, zeg maar. Ja. Ik heb ook een keer een muis gehad, die was eigenlijk gewoon heel slecht. Maar daar was ik alles mee gewend, zeg maar, dat ik gewoon scheef ging en vertraging had. En dan heb ik een keer een muis die wel werkt. En dan denk ik van, ja, dat ding is kapot. Maar dat is juist eigenlijk de ene die een keer goed werkt. Ja, dat is altijd een beetje, als je overstapt van muis, dat altijd te verwennen. Maar ik had het idee bij deze wel dat hij gewoon vrij stabiel was. En sowieso in Overwatch deed hij perfect. Gewoon 800 DPI, let's go. Al die knoppen, ook wel weer even wennen. Maar toch wel... Ja, ook die, er werd ook gevraagd van die 7 knoppen van, kun je die makkelijk bereiken? Ik moet zeggen, het zijn natuurlijk 7. Je hebt er eentje wat meer aan de bovenkant zitten. Je hebt er 2, die zitten een beetje... Ja, praktisch onder de bolling aan de onderkant. Ja. Maar alsnog kun je ze wel. Je hebt ze wel snel gevonden en je leert jezelf wel heel snel aan ermee werken. Dus het is niet alsof je denkt van, oh, ik kan het niet.
Ik moet zeggen, ik heb zelf ook een beetje ermee gespeeld en ik vind ze vrij goed. Ik had toch zeven knoppen, moet ik allemaal, lukt het allemaal wel. Maar, ja, maar je denkt ook... zijn ik hem net zo gevormd dat ze eigenlijk zo precies... ze zitten precies in een soort bolling. Dus... ik kan zeggen, het loopt een beetje naar binnen toe allemaal. Het is best wel, ziet er best strak uit. Je kunt dus niet... ja, je zou denken, je moet eerst wennen van waar zitten de zeven toetsen. Maar je hebt vrij snel onder de knie van... oh, wacht, dit is mijn één, dat is mijn twee, dat is tot en met zeven dan, zeg maar. Dus het is... ik dacht ook van, oeh, er moet iets van, misschien iets van kleine puntjes, bolletjes op staan, braille of zo. Dat je kan voelen waar je zit. Maar... nee, dat valt eigenlijk wel reuze mee. Je hebt het snel gevonden. Ik in ieder geval wel. Dus ik, props. Goed gedaan, Razer. Oké, okay, nog even één dingetje wat ik me nog even afvroeg. Welke kleur had je me gesteld? Nou, overigens, ik moet zeggen, hij het is chroma verlichting. Dus dat is met Razers, dat is typerend voor Razer natuurlijk. En dan beweren ze altijd 16,8 miljoen kleuren. Of in ieder geval ergens rond de veel te veel kleuren. Die spectrum inderdaad, waar ze in zitten. Ja, precies. Heel veel muizen hebben dat ze ook waves en dergelijke in kunnen stellen. Dat je bijvoorbeeld ook zelf waves kan maken. En dat vind ik heel tof. Dat viel me eigenlijk een beetje tegen aan dit model, want je hebt eigenlijk maar drie lichtregionen en je kunt dus niks doen met waves. Je kunt spectrum cycling zeggen, je kunt statisch een kleurtje zeggen en je kunt reactive kun je roepen. Maar nee, hij is niet dat je bijvoorbeeld ook van die golven eroverheen kan laten gaan. En dat is denk ik ook een beetje waar de prijsbesparing op in zit. Want je hebt wel die hoge sensor, je hebt extra knoppen. Hij ligt heerlijk in de hand, afwerking is prima. Maar je kunt hem dus kopen voor €80, wat op zich goedkoper is dan menig andere. Ja, sowieso, vooral Razer zit vaak... best hoog in het segment, dan vind ik deze €80 weer meevallen. En ik kwam dus meteen achter waar dat in zit. Je hebt wel de lampjes, maar je kunt niet, weet je al, golfjes en regenboogjes, dat zit er dan helaas niet in. Persoonlijk, lampjes in de muis, je hand ligt erop. Ja, nou ja, ik vind het wel gaaf dat, weet je wel, als je naar je computer toe loopt, dat je zegt van, dat is mijn kleurtje, weet je wel. En dat kan hier ook wel, je kunt er nog steeds heel veel mee, maar je kunt dan niet zoals op de Diamondback en de Mamba en de Def Adder, kun je niet dat die zo rondgaat met alle kleuren van de regenboog, dat je helemaal dezelfde snelheid in kan stellen. Dat kan dan allemaal niet, maar goed, je hebt drie regionen om in te stellen, dus dat is gewoon goed. En het is gewoon, het ziet er gewoon gaaf uit. Het ziet er vet uit. Dat is wel een ding, hè. Mensen zeggen altijd van Razer, van het is veel te overpriced, maar waar het hem in zit is wel die afwerking. Het design is altijd strak en je weet dat het, wat het ook is, het gaat altijd in je setup passen, omdat je hebt die kleurtjes en het ziet er altijd gewoon gangster uit. Dat is waar, dat je niet een rood toetsenbord hebt en een groene muis en een blauwe scherm. Ja, ik had toevallig nou een Rockal toetsenbord, dus die heb ik ook heel snel even aan de kant gelegd. Ik heb dat Razer toetsenbord wat Peter laatst heeft gehad. Ik denk, dat ligt hier, dat neem ik even mee, want dan kan ik het matchen bij elkaar. Nice. Plus, dan werkt het in Overwatch met de dingen. Als je Reaper pakt, wordt hij rood. Niet. En als je Mercy healt, dan wordt hij geel, weet je wel. Wauw, oké, dat is wel cool. Dat moet je maar eens, mocht je het nog niet zien en je bent toevallig, of mocht je het nog niet gezien hebben, je speelt toevallig Overwatch of je bent een Razer gebruiker, check de Overwatch-Razer samenwerking. Want er zitten echt heel veel leuke kleurtjes in, ook op de toetsenborden. Dus leuk, even een feitje veel voor tussendoor. Maar goed, Razer Naga Hex V2, €80, hele degelijke muis. En ja, ik zei het weer, degelijk, het is echt mijn stopwoordje. Maar goed, ja, je begrijpt het. Het is voor als je echt iets van MOBA of MMO hebt, dat je die zeven extra toetsen handig kunt gebruiken. Nou ja, ze werken prima. En hoge sensor, of in ieder geval precieze sensor. Ik ben er heel erg over te spreken. En ik vind de prijs ook echt meevallen voor een Razer product. Zit hem dan alleen wel in dat je dan niet de regenboog kan doen. Ja. Goed, hè? Als ik een GG Easy knop kan hebben, dan ben ik al snel overtuigd. Ja, ik heb een GG Nori knop. Leuk potje, maar niet opnieuw. GG Nori. Nice. Games of Gear. GG. Marcel, thanks. GG, zo ben ik. Afkorting van Games of Gears op GG. Shit, Games of Gears.